Ik ga op de disco party. Ik ga zo volgens mij popcorn halen. En daarna limonade. Feestje. We zijn hier in het mooie Zoetermeer. We realiseren hier 407 woningen. Daar maken we groot onderhoud voor de goede woning. De helft van de woningen hebben we gerealiseerd. En daarvoor bedanken wij voor de goede samenwerking deze huurders. Ik moet zeggen, het loopt als een geoliede machine. Heel veel mensen zijn er bezig, maar je merkt het eigenlijk niet. Dat betekent gewoon dat er een bepaalde rust is op de bouw. Dat de jongens weten wat ze moeten doen. En daardoor ook rust naar de bewoners toe. Wordt het al een beetje mooi? Ja, het wordt zeker mooi. Heb je al gekeken? Nee, nog niet. Oh, nou, ik zou zeggen, ga zo kijken met de camera. Het is netjes allemaal. Ik ga nu zelfs weg met al mijn ramen open. Alle kozijnen zijn gedaan, boven, beneden en de ramen boven. Het ging heel vlot, moet ik zeggen. Ja. Tot nu toe gaat het gewoon prima. Hele leuke jongens. Een beetje koffie geven helpt af en toe. Maar het gaat goed. Wat is nou het allermooiste? De kleur. Ja? Ja, ik ben wel heel erg blij dat het bij ons blauw is geworden. Ik zag er wel heel erg tegenop, maar nee, het is redelijk goed gegaan. Het is best wel een heftig iets geweest hoor, vond ik. Wij hadden het in januari, dus het was vrij koud. Goed geïnformeerd van tevoren, ook met die kalender en goed rekening gehouden met, ik heb zelf een autistische zoon, dus daar hebben ze heel goed rekening mee gehouden. Deze blije gezichten, blije huurders, ja, daar doe ik het echt voor. Echt top. Het is nu tijd voor een feestje, maar een tijd voor een feestje voor de bewoners eigenlijk. Wat er ook nog een voordeel had, mijn kleindochter werkt bij ERA. Oh. Dus die heeft veel voor ons gedaan. Heb je er een beetje zin in? Oeh, spannend. Ja, ik vind die deur wel mooi, die blauwe deur. We hebben hier